hele goede middag op deze woensdag. Het is 2 juni. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ga zo als een malle poetsen, want het is allemaal weer iets later geworden dan ik had gepland. En Nathalie komt zo deze kant op, want mijn droger is gearriveerd. Ik laat hem straks even goed zien hoor, als hij uit de verpakking is. Maar dat doe ik straks met Nathalie, ga ik hem uitpakken. Maar ik heb dus een droger en ik ben er super blij mee. Want ja, het is voor het eerst in mijn leven dat ik een nieuwe droger heb. Een echte nieuwe, uit de winkel. Ik ben bijna 30. Ik heb voor het eerst in mijn leven een nieuwe droger. Dat is wel een mijlpaal. Maar goed, ik ben er wel heel blij mee. Ik heb in het verleden heb ik samen gewoond. Volgens mij heb ik het wel eens verteld. Toen heb ik wel eens een drogertje gehad. Het was toen een tweedehandsje. Maar volgens mij konden we daar toen niks mee. Want dat ding, dat was toen nog met zo'n slang. En dit is een warmtepompdroger. Maar goed, die heb ik dus. Ik heb ook nieuwe kleren aan. Die ga ik je even laten zien. Let vooral niet op de sokken. Want dat ziet er nog niet helemaal goed uit. Ik heb dus die nieuwe broek aan die ik bij de Terstal heb gehaald met dit leuke topje van de Lidl. En daar heb ik nu even een bolerootje overheen aangetrokken. Dus ik vind het wel weer leuk. Ik heb gisteravond televisie gekeken. De Snackmasters was wel weer leuk. Maar het product was minder interessant, want het waren bonbons die ze gingen maken. Dus nou ja, dat vond ik iets minder interessant. Maar gelukkig wel heeft degene wel gewonnen die ik graag wilde dat hij ging winnen. Dus dat was heel fijn. Daarna heb ik vier handen op één buik gekeken. Was op zich wel een mooie uitzending, maar ja, ik kreeg er een beetje braakneigingen van. Die jongen ging aan het einde heel lief een liefdesbrief aan zijn vriendinnetje voorlezen. Maar ik dacht, weet je, en dan, ja, we blijven voor altijd bij elkaar. En dat allemaal, dat soort ellende. Dan denk ik van, ja jongen, je bent nog zo jong, dat weet je helemaal niet. Het is heel leuk dat je dat nu zegt, maar meestal komt dat er niet van. Maar goed. Daarna heb ik mijn vlog in elkaar gezet. Heb ik mijn foto's bewerkt. Dus dat was allemaal heel fijn. En toen ben ik de Bold Type gaan kijken. En daarna Mokromafia, wat heel spannend was. Maar goed. Ik ga nu eventjes hier de boel doen. Voor zover dat lukt. Want die droger staat natuurlijk hier. Want ze hebben hem binnen neergezet. Dus dat is wel top. En dan ga ik wachten op Nathalie. En dan ga ik even een doekje door de koelkast halen. Dus ik ga nu gewoon ook aan de gang. Ik ga jullie er nu even niet bij zetten. Want ja, misschien dat ik nog wel wat ga vloggen met Nathalie. Maar ik weet helemaal niet of zij wel op de vlog wil. Dus dat is allemaal even afwachten. Maar dan ga ik nu gewoon even die muziekje aan knallen. En hier eventjes lekker aan de gang. Dan ben ik daar klaar mee. Even kijken tot hoever ik alles kan doen. Want ja, die droog staat natuurlijk hier. Dus ik kan hier niet echt dweilen. Maar goed, de dingen die wel kunnen ga ik doen. Dan ga ik daarna even de koelkast doen. Dat is voor nu even de planning. Dus jullie zien ons strakjes terug. Zo, wij zijn inmiddels terug. Wij hebben eventjes een ijsje gegeten en even wat dingen gehaald. Nathalie wil vandaag liever niet op de vlog, dus die gaat niet op de vlog. De katjes zijn nu aan het eten, maar ik ga jullie eventjes laten zien hoe het er nu bij staat. Dit is hem dan, de droge. Heel mooi met leuke piepgeluidjes. Dus die gaan we nog eventjes proberen. Hij kan nu weer terug uit natuurlijk. De deur gaat nu naar deze kant open. Maar die willen we graag nog naar de andere kant hebben. Maar daar hadden we een Torex voor nodig en die heb ik niet. Dus dan kan die naar deze kant. Dus dat komt nog even. Ik laat even zien hoe de koelkast er nu bij staat. Die staat nu hier zo. Dus het kan allemaal mooi, ook wel lekker zo op ooghoogte. We hebben nu wat spullen ingezet. Oh, nu kan op andere drinken er niet meer in. Maar geeft niet. Nou, dat geeft niet. Doen we straks zo. Dus ja, wel blij mee. De katjes hebben nu net gegeten. Zijn nu aan het eten. Ik ga even wat drinken erin doen. Dan gaan wij even op de switch. Dus nou, Nathalie zien jullie dan vandaag niet. En dan gaan we straks nog even gezellig samen eten. Maar ik zie jullie dan later nog even. Kijk, kijk, kijk. Wij zijn terug met het eten. Dus wij gaan lekker wat dat eten. Ik heb 2 frikandellen en een grote patat. Nathalie heeft een middelpatat. En die heeft een bami blok en een shawarma-roll. Dus wij gaan hier lekker van genieten. Inmiddels is Nathalie weer naar huis. Ben ik gedoucht en zit ik op de bank met mijn cappuccino. Maar ik had nog iets heel leuks van mijn moeder gekregen. Dus deze Vogue. Dat is een shower gel. Nou, hij ruikt zo gigantisch lekker. Het is romance. Hij is echt heerlijk. En deze hele leuke
De kabouter van de Action. Ja, super leuk. Dus heel erg blij mee. Die ga ik morgen even leuk neerzetten. Ik ga zo nog even wat dingen opruimen. Ik ga even goede tijden kijken. Wij hebben lekker gegeten. We hebben nog heel even geswitcht, maar niet heel lang. Maar dat was wel heel erg lekker. Dan ga ik zo meteen kinderen kopen, een huis kijken in Steenrijkstraat Arm. Ik heb oogappels opgenomen en Zeeman confronteert stalkers. Ga ik daarna eventjes mijn bericht schrijven en mijn video inplannen, mijn vlog. En dan ga ik weer de Boltijd kijken en dus daarna oogappels. Dus wel gewoon verder een lekker avondje. Ik ga straks nog even lekker switchen, die ligt hier aan de oplader. Dus ja, het was een hele leuke middag. Maar zoals ik al zei, Nathalie wilde liever niet op de vlog. Dus ik heb dat ook zo gelaten. Er komt vast weer een tijd dat zij ook weer op de vlog wil. Maar ze zag het vandaag niet zo zitten. En dat, ja, dat accepteren we gewoon. Dus ik ga nu lekker goede tijden kijken. En ik zie jullie dan gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 3 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik heb alleen nog niks op mijn lippen. Maar goed, ik ga straks toch de deur uit. Dus dan doe ik er wel wat op. Het is nog steeds warm. Hoe warm is het binnen? Het is buiten 27 graden, wat ik straks zag. Het is binnen 24,5. Ik heb de deur openstaan en het raam. Want er kan het lekker doorwaaien. Want ja, het is wat bewolkter gelukkig. Ik vind het niet heel erg. Ik vond het ook wel erg warm. Het is nu ineens 26 graden. Maar ik vond het wel heel warm. Dus ik vind het wel lekker dat het nu eventjes wat bewolkter is. Ik vind het ook helemaal niet erg dat de temperatuur wat naar beneden gaat. Maar goed, vandaag op de planning. Mijn coach is hier 4:15. Dan gaan we boodschappen doen. Dan gaan we daarna naar de stad. Ik heb even een afspraak gemaakt om mijn bril recht te laten zetten. En dan ga ik naar de Primark. En dan gaan we even bij McDonald's eten. Dus ja, vandaag weer ongezond eten. Maar wel super leuk. Super veel zin in. En even terugkomend op mijn coach. Ik kreeg net een reactie van een van jullie op mijn vorige week vlog. Dat ik het vaak over mijn coach heb. Of ik daar wat meer over kan vertellen. Nou, dat kan natuurlijk, want ik snap als je dat hoort, dat je denkt van, wat is dat? Wat doet zo'n coach? Ik ben in 2017, heb ik een hele slechte periode gehad. Toen ging het helemaal niet goed met mij. En dat is toen opgemerkt door die organisatie waar dus mensen voor werken, die dus weer mensen die problemen hebben begeleiden. Sommige mensen noemen het ook een begeleidster, maar ik zeg eigenlijk altijd coach. Toen heb ik in oktober 2017 heb ik dus mijn coach toegewezen gekregen. En nou, mijn coach die begeleidt mij bij dingen die ik moeilijk vind, waar ik moeite mee heb. Dus in mijn geval, omdat ik straatvrees heb, gaat zij met mij mee boodschappen doen. Kan ook familiebezoek zijn. Nou, in dit geval naar de Primark of naar een IKEA. Die helpt mij met dingen in het dagelijks leven waar ik dus zelf moeite mee heb. In het begin kwam zij 2 keer per week. Maar toen woonde ik ook nog ergens anders. Toen was het allemaal wat makkelijker. Omdat zij in die omgeving best wel veel cliënten had. Nu is zij inmiddels zelf ook verhuisd en heeft zij mij op de donderdag geplaatst. En ook doen wij dus op de donderdag de dingen die ik moet doen. Maar het kan ook zijn helpen bij telefoontjes, weet je wel. Ik heb dat echt heel lang heel moeilijk gevonden. Ik vond het altijd heel eng om te gaan bellen. Inmiddels heb ik er geen moeite meer mee. Maar af en toe denk ik, nou, als ik dan een belangrijk telefoontje wil doen, vind ik het fijner als zij er gewoon bij zit. Dan zet ik hem op de luidspreker, want dan heb je dan denk ik 2 horen meer dan 1. En dan kan zij bijvoorbeeld ook, als het gesprek een verkeerde wending opgaat, kan zij ook nog eventjes helpen om bijvoorbeeld beter uit te leggen. Zo'n coach krijg je van de gemeente, dat moet je aanvragen en je maakt ook een plan van aanpak. En daar kun je dingen op zetten die jij belangrijk vindt. Zo'n plan kan ook in de loop van de tijd weer aangepast worden, want soms komen er dingen bij. Of denk je van nou, dit of dit is eigenlijk niet meer nodig of niet meer haalbaar, dan haal je dat weer van zo'n plan af. Dat is dus eigenlijk waarom ik mijn coach heb. Die helpt mij dus gewoon eigenlijk bij dingen die ik zelf niet kan of gewoon heel erg moeilijk vind. Dus dat is eigenlijk de taak van mijn coach. Dus ik hoop dat het nu wat duidelijker is. Mocht je nog vragen over hebben, stel ze gerust. Ik wil het altijd nog verduidelijken. Maar ja, ik hoop dat het voor nu even een beetje duidelijk is. Dus dat is de planning voor vandaag. Ik heb gisteravond weer wat meegemaakt. Ik was natuurlijk met Nathalie naar het centrum geweest. We hadden even lekker een ijsje gegeten. En
Ik had haar een ei beloofd van kindersurprise. Dus die hebben we even voor haar gehaald. Nou, ik had dit tasje meegenomen. Want die hadden we van mijn moeder gekregen. Dus ik dacht, nou wel lekker, noem ik de grote tas niet mee. Maar dat past niet bij portemonnee. Want ik heb zo'n huge portemonnee die gewoon heel groot is. Die bijna in geen enkele tas past. Maar mijn sleutels pasten niet in. Dus ik dacht, nou weet je, voor vandaag is het dan toch wel handiger om de grote tas mee te nemen. Want dan kunnen mijn sleutels erin. Nou, helemaal goed. Dus ik had gisteren in dat tasje had ik mijn bankpasje zitten en mijn ID-kaart, want ik denk dat is voldoende. Dus die had ik eruit gehaald, mijn mondkapje eruit gehaald, alles. Ik heb mijn bankpasje en mijn ID-kaart, die heb ik op een gegeven moment even op het reservoir gelegd. Toen heeft Muis gisteravond een wilde bui gehad en die is dus met mijn bankpasje ervan doorgegaan. En die heeft ze onder het reservoir geschoven. Dus ik wil op een gegeven moment wil ik die pasjes terug in mijn portemonnee. Ik denk, hé, waar is mijn bankpas nou? Ik, oh ja, shit, Muis was met iets aan het spelen. Misschien was dat het wel. Dat bleek er dus ook te zijn geweest. Dus ik heb die... Ik probeerde eerst met een mesje die bankpas naar voren te trekken. Dat lukte natuurlijk niet. Toen met een papiertje. Omdat dat plat is, lukte ook niet. Ze kon het hele dressoir naar voren halen. Nou, alles weer stof. Dus dat heb ik gelijk ook weggehaald. Toen moest ik het dressoir ook nog optillen. Want hij lag echt letterlijk onder het middengedeelte. Nou, toen had ik hem weer terug. Maar ik had wel even zoiets van... Jeetje, dit heb ik weer. Ik heb gisteravond nog wel even lekker Animal Crossing gedaan. Ik wilde Nathalie een schildpad geven, maar dat lukte niet. Wij hebben gistermiddag, wilden we zelf ook nog even kijken, maar dat is dan niet helemaal gelukt. Maar nou ja, het was wel super gezellig in ieder geval. Ik heb kinderen kopen een huis gekeken en Steenrijkstraat Arm. En daarna ben ik mijn blogbericht gaan schrijven en heb ik de vlog ingepland. Dus dat was het ook eigenlijk wel. De Boltype gekeken en oogappels, maar dat was helaas de laatste aflevering. Dus dat vond ik wel heel jammer. Maar goed, ik had ergens al een beetje verwacht dat het wel op zijn einde zou lopen. Maar er komt gelukkig een seizoen 4, dus dat is het goede nieuws. Ik ga het nu even stofzuigen. Ik ga nog even de dweil doorheen trekken, want dat is gisteren toch een beetje meer met de halfslag gebeurd. Omdat we natuurlijk bezig waren met die droger. Dus dat ga ik even doen en dan ga ik even de afwas doen, want ik heb nu best wel een afwasje staan. En aangezien ik vanavond ook niet thuis eet, vind ik het wel handig om dat even te doen. Ik ga het kaboutertje even een plekje geven, maar dit is de afwas, dan kan ik dat maar even wegdoen. Het eten, de zak van het eten staat er nog, dus dit ga ik even opruimen. Maar ik zal nog even laten zien wat ik gisteren nog had gehaald. Want we hadden zo'n kindersurprise ei even bij het kruidvat gehaald. En daar hadden ze dus nu ook voor de... Ceceo Milka Choco Pets. En dat zijn deze. Dit zijn er 8. Maar die leken me wel heel lekker. Dus die wilde ik graag proberen. Die waren dan 1,79. Dus die heb ik eventjes meegenomen. Ook hadden ze weer de kuppensoep. Nou, die gaat er bij mij ook altijd best wel hard doorheen. Dus die heb ik ook eventjes meegenomen. Dat was van het kruid. Want toen waren we heel eventjes bij de Zeeman. En daar heb ik 2 hele leuke washandjes gekocht van 101 Dalmatiërs. Ja, ik gebruik heel veel washandjes. En kijk, die hondjes zijn toch lief. Misschien zijn ze meer voor kinderen, maar weet je, wat maakt het uit? Ik vond ze leuk. Ik heb dan ook deze gehaald. Dus die vond ik echt super leuk. En wat ik nog heb meegenomen, die kwam ik eigenlijk spontaan tegen. Ik was natuurlijk op sloffenjacht, maar ja, het is geen sloffenseizoen meer. Ik kwam deze meltjes tegen. Die dingen waren 2 euro. En die zijn van badstof, dus die zijn ook gewoon heerlijk als je uit de douche komt om aan te trekken. Ik merk het toch wel, ja kijk nu met het warme weer niet. Maar ik merkte toch de laatste tijd wel dat ik het heel erg lastig vond dat ik niks had om aan mijn voeten te doen. Maar goed, ik ga hier even wat doen, want ik sta al hier veel te lang te praten. En dan zet ik jullie nog even bij de kleine klusjes erbij. Dus tijd om even wat te gaan doen. Nou, de kabouter die heb ik een plekje gegeven. Kijk eens hoe leuk dat staat. Ik vind hem echt heel erg leuk staan zo. Ik ben er heel erg blij mee, dus... Ja, die staat hier gezellig bij. Dus ja, superleuk cadeautje. Dus gelijk een leuk plekje gegeven. Zo, aanrecht is ook weer leeg. Ik heb de wasbak ook even uitgenomen, maar ik heb er schuurmiddel in gedaan. Ik weet niet of dat een heel goed idee was. Maar ik kreeg bij mijn droger gisteren nog een setje met
een dashpot erin. Dus dat was wel heel erg leuk. Ik ga nu even de make-upjes nog opruimen. Dus dan ga ik jullie dan nog even bijzetten. En dan ga ik nog heel even relaxen. Mijn coach is al onderweg, dus die is eerder dan verwacht. Maar ik zal jullie nog even mijn outfitje laten zien. Dan kan ik schoenen aandoen, lipgloss opdoen en naar de wc even opfrissen en klaar. Ik heb een broek aan met gaten. Die heb ik toen bij de Bershka gekocht. En dit blouseje, die heb ik bij de Primark gekocht jaren geleden. Nou, ik doe even mijn sneakertjes eronder aan. Dit ziet er natuurlijk niet uit, want mijn pijpen zijn opgerold. Maar goed, dat ga ik nu doen en dan ga ik zo de deur uit. Dus dan zien jullie me weer als ik terug ben. Zo, inmiddels alweer een tijdje thuis, maar ik had de vlog nog niet, ik had jullie verder nog niet meer erbij gepakt, want ik ben toen ik thuis kwam even gaan douchen. Wij hadden bij McDonald's gegeten en mijn beker cola zat zo ontzettend vol toen ik met mijn rietje erin ging prikken, vloog die cola overal heen. Dus mijn hele dienblad zat eronder en toen ging ik op een gegeven moment drinken, toen hield ik hem iets schuin, toen zat mijn hele broek eronder, mijn schoenen. Dus ik heb het plaatselijk even schoongemaakt. Maar goed, ja, dat was eventjes wat minder. Bij de McFlurry zitten nu houten lepels. Nou ja, op zich was het wel te doen, maar je merkt wel dat het mixen nu anders gaat. Want vroeger bij die plastic lepels mixten ze met die lepel, zeg maar. Dat is ook niet meer. Dus dat was verder heel goed te doen. Het was eigenlijk totaal niet echt druk. Ik had echt goed de tijd. Mijn bril is weer terugrecht. Dat is heel fijn. De boodschappen zijn gelukt. Ik heb al wat dingen opgeruimd. Ik kan je morgen nog even de overige dingetjes laten zien. Want daar heb ik nu geen zin meer in. Want het is echt al 10 uur. En ik zit nu eventjes Chateau of Petit Chateau zit ik nog even te kijken. Want ik ben later ingeschakeld. Want ik was echt 8:45 thuis. Toen lag mijn stroom eruit. Want het heeft hier flink geonweerd. Dus ik moest even de stroom weer aan de praat krijgen. En toen moest ik dus ook weer eventjes... wachten tot de tv het deed. Dus dat zit ik nu even terug te kijken. En ik was vergeten op te nemen. Dus nou zit ik met die reclame die ik niet kan doorspoelen. Ja, ik zat onder. Ik heb nog even. Heb hier een switch liggen. Heb ik even mee aan het spelen. Ik heb nieuwe neusvleugels gekregen. Dus moet ik even wennen weer. Ja, dan ga ik straks eventjes de foto's bewerken. En dan ga ik straks even verder met het. De bold type. En daarna weer lekker Zonnestad, het vervolg. Daar heb ik wel zin in. Maar goed, dan zijn jullie in ieder geval weer even op de hoogte. Van de Primark spullen komt een shoplog online volgende week. Dus, maar ik ben wel goed geslaagd. Het was echt heel gezellig. Ik heb echt een hele leuke middag gehad. Dus eigenlijk nu 2 dagen achter elkaar een hele leuke middag. Dus ja, dat was wel echt super leuk. Dus, maar goed. Ik ga nu eventjes zometeen mijn haren even kammen. Want die heb ik in een knotje gestoken naar het douchen. Ga ik even uitkammen. Dan ga ik nog even goede tijden zo terugkijken. En dan ga ik even aan het werk voor mijn blog. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 4 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik heb zo'n fantastische mascara. Ik heb echt zo'n mooi effect hiervan. Hier komt volgende week een review van online. Maar ik kan hem wel eventjes laten zien. Kijk, ik vind hem zo fantastisch. Ik zet nu eventjes mijn camera neer om mijn bril goed op te zetten. Want die zit nu weer lekker strak omdat ik nieuwe neusvleugels gekregen. Maar daar ben ik heel blij mee. Dus lekker nieuwe make-upjes getest. En kijk deze nagellak. Dit is die van het Kruidvat. Maar ik heb hier dus boodschappen mee gedaan. Ik ben hier woensdag mee weg geweest. Ik heb hier van alles mee gedaan. En kijk hoe mooi die nog zit. Ja, ik heb hier wel een beschadiging.
Maar ik ga het er vanavond wel afhalen, want zondag gaat er toch weer een nieuwe kleur overheen. Maar ik ben echt heel erg onder de indruk hoe goed die blijft zitten. Ik laat je zo nog even de boodschapjes zien die ik nog heb. Ik heb de spekjes en de frikandellen, de aardappelschijfjes en de frietjes heb ik natuurlijk al in de vriezer gestopt gisteren. Want ja, dat kon niet zo lang blijven liggen. Alleen mijn stroom was eruit gevallen. Ik heb hier gisteren hier een beetje onweer gehad. En dan springt mijn stroom er steeds uit. Dus ik schrok een beetje, want ik trok de koelkast open en ik dacht, hey, het lampje is kapot. Maar toen ging ik naar de wc en daar deed het licht het ook niet. Dus ik dacht, hey, de stroom ligt eruit. Dus ik heb die knoppen omgezet. Alleen dat was eerst niet helemaal goed gegaan. Dus ik moest die andere ook omhoog zetten. Maar dat lukte eerst niet zo goed. Maar goed, uiteindelijk had ik weer stroom. Dus ik had toen ook lekker televisie. Dus toen heb ik even Petit Chateau gekeken. En daarna even Goede Tijden, want dat had ik natuurlijk gemist. En dat is wel ideaal van Videoland. Dat kan je dan terugkijken. Dus lekker zonder reclame. Dus dat heb ik gedaan. Toen ben ik de foto's gaan bewerken en ben ik verder gegaan met de muziek. En toen had ik de Bold Type en daarna weer lekker Zonnestad. En dit was een hele spannende aflevering, want het was een vervolg. Dus dat was top. Ja, verder. Eigenlijk volgens mij niet heel veel te melden. Ja, mijn stofzuiger die doet het niet. Ik weet niet of ik jullie dat al had verteld. Mijn stofzuiger, er zit geen zuigkracht meer op. En Nathalie was hier ook aan het stofzuigen een woensdag. En die zei, nou die stofzuiger dat is niks meer. Daar heb ik boven nog eentje staan. Die heb ik toen geleend van mijn coach. En die heb ik nog steeds. Dus die ga ik even naar beneden halen. Ga ik die gewoon gebruiken. Want met deze is het gewoon drama. Dus die ga ik even pakken. Ik ga zo even een wasje aanzetten. En dan gaan we vandaag de nieuwe droger proberen. Verder moet ik even een was in de kast leggen. Ik denk dat jullie daar dan even bij gaan zetten boven. En ik moet eigenlijk nog eventjes... Ik heb gisteren die la opgeruimd van de nagelspullen. Maar ik ben eigenlijk niet tevreden hoe het staat. Dus eigenlijk wil ik die nog gaan reorganiseren. Maar ik weet nog niet zo goed hoe. Dus daar moet ik nog even over nadenken. En ik ga gewoon even bullet journalen. Maar dan zet ik jullie er even bij als ik de was ga opruimen. Maar ik ga nu eerst even jullie de boodschappen laten zien. En ja, dan ga ik daarna even een was aanzetten en die stofzuigers even verwisselen. Deze plek is nog steeds niet fantastisch om de boodschappen te laten zien. Maar ik weet nooit zo goed. Een andere plek in de keuken zou misschien handig zijn. Maar ik moet de boodschappen naar boven brengen. Dus dan staat het hier toch al dicht bij de trap. Maar goed, wat ik heb is een zak met kattenvoer. Ik weet al nooit of ik nog een zak heb staan. En ik vind het gewoon belangrijk dat de katten niet zonder voer komen te zitten. Dus ik heb deze weer even meegenomen. Oh, ik zal ook de bonnetjes eens even opruimen hieruit. Dan heb ik nog een frietsaus meegenomen. Ik had de mijne weer aangebroken. Dan vind ik het fijn als er weer een backup staat. Dan heb ik, het was heel grappig. Ik was met Nathalie woensdag bij de Plus. Toen zei ze, heb je nou al die nieuwe watermelon smaak van Red Bull geprobeerd? En dat had ik niet, want ze hadden hem. Toen wilden we even kijken, maar hij stond er niet. En die stond hier gisteren wel, dus die heb ik ook even meegenomen. Die wil ik heel graag gaan proberen, want die lijkt me echt heel erg lekker. Even kijken hoor. Dan heb ik nog kattenbrokjes weer gewoon. Ik heb nu tegenwoordig senior voer, omdat ze 7 zijn geweest. En ja, dit gaat eigenlijk best wel goed. Dus die heb ik ook weer. Een pak chocomel. Deze die kreeg ik gratis bij de Lidl met de app. Dus die moeten even de koelkast in. Dan heb ik nog Ajax meegenomen. Die was nu in de aanbieding. Dus ik heb weer even de rode bloemen. En ik heb ook de fris en schoon meegenomen. Ja, 99 cent. En ik heb nog de limoen. Dus dan heb ik gewoon weer even wat staan. Want bij mij gaat schoonmaakmiddel er best wel hard doorheen. Ik heb weer een pakje met melk. Dan heb ik nog twee... hoe noem je dit? Handzeepjes meegenomen. Dat is deze met mango. Die hadden ze nu bij Lidl. En ik heb ook... Oh, die moet ik even hebben. Deze meegenomen. Dit is Waterlily Apricot. Dus die leek me ook wel heel erg lekker. Dus die. En ik heb bij het kruidvat nog eventjes... er was 1 plus 1 gratis op de Trackle Moon. En daar ben ik heel fan van. Dus ik heb de Wild Cherry Magic meegenomen. Dat was nu 2 voor 6 euro. Die ruikt ook echt heerlijk. Ik dacht eigenlijk later, waarom heb ik niet kokosnoot meegenomen? Omdat ik daar ook die handzeep van heb.
Maar goed, en ik heb Gentle Powder Love. En dit is volgens mij een limited editie. Die ruikt ook super lekker. Dus ja, ik ben een heel groot fan hiervan. Verder heb ik dan niks meer, omdat de rest al opgeruimd is. Dus ik ga dit nu ook even naar boven brengen. Ga ik de was aanzetten en die stofzuiger even wisselen. En dan is alles weer rond. En dan zet ik jullie er even bij als ik boven die was even ga opruimen. Let niet op de zooi, want het is boven echt een puinzooi. En ik wilde het eigenlijk dit weekend gaan opruimen, maar het is zo warm. Dus ik weet niet of ik dat ga redden. Maar goed, we gaan even kijken. Zo, de was die ligt heerlijk in de kast. Ik heb hier niet echt heel veel ergens bij gezet. Ik heb de was nu draaien. Misschien dat ik het nog wel eventjes hier achteraan plak als ik de was in de droger doe. Om dat te laten zien. Maar het kan dus zijn dat dat dan eventjes achter dit stukje komt. Maar dan moet ik even kijken, want ik vind het ook wel even spannend. Maar goed, hij moet eerst klaar zijn. Lekker even gebulletjournald. Toen hebben de katten net gegeten. En nu ga ik zo nog even lekker relaxen. Want ja, ik ben niet heel druk geweest, maar ik ben toch wel een beetje zat. Dus ik vond het wel even goed, zo even een wat rustiger dagje. Nee, Mickey! Mickey probeert mijn sokkela open te maken nu. Mickey? Nee, je gaat niet in de sokkela. Dus dat. Nou, dan is het straks even lekker douchen en koken. Vanavond ga ik nog even gamen en ik wil even gestalk terugkijken. Want ik heb gisteravond, eigenlijk wou ik dat gisteravond doen, maar dat is toen niet gelukt. Omdat ik toch wat later thuis was dan verwacht. Dus dat ga ik dan vanavond even doen en daarna weer lekker first or last. En dit keer komt het wel echt, dus dat is wel fijn. Ik moet mijn blogbericht schrijven, ik moet de video nog even editen voor morgen. En ja, ik heb dan weer de bold type en ik begin vanavond aan het laatste seizoen van Zonnestad. Dus ja, dat is wel heel jammer. Ik ben er echt doorheen gevlogen, maar goed, ik heb er ook wel heel erg van genoten. Dus ja, ben benieuwd hoe dat nu gaat. Dus ja, op zich wel eventjes gewoon een lekker chill avondje. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Net wat ik zeg, mocht ik het nog even kunnen filmen als ik die was in de droger doe, zodat je misschien een beetje kan zien hoe dat dan gaat. Als hij aangaat en zo, dan kan ik dat er nog even achteraan plakken. Maar ik moet even kijken of dat lukt. Ik ga nu lekker relaxen. Ik zou bij deze in ieder geval zeggen, tot morgen. Deze zaterdag, het is 5 juni. Ik ben klaargemaakt en ik heb lekker de boel openstaan, want het is heerlijk aan het afkoelen. Het is hier nu, dus straks toen ik keek was het 17 graden, maar ik ga even kijken hoeveel graden het nu is. Ja, 17 graden en het is bewolkt, dus het is hier heerlijk aan het doorwijzen. De temperatuur gaat langzaam naar beneden, maar het is gewoon heerlijk nu dat het windje er zo bij is. Je voelt het huis nu gewoon doorwapperen, dus dat is echt heerlijk. Ik heb vandaag niet heel veel op de planning staan. Ik ga de kwasten wassen. Daar ga ik jullie dan bij zetten. Misschien dat ik boven toch nog even wat ga doen. En ik wil alvast even wat dingen voorbereiden voor de video die ik maandag ga opnemen. Dus ja, dat is het eigenlijk. En sowieso even bullet journalen. Dus verder niet een hele spannende planning of zo. Gisteravond heb ik lekker gestalk teruggekeken. Ik heb nog even gegamed. Ik had nu een nieuwe bewoner op mijn eiland. Of althans, die kwam logeren en die heb ik uitgenodigd om te komen wonen. Daarna heb ik first and last gekeken. Het was wel heel leuk. En toen ben ik mijn artikel gaan schrijven en heb ik de video in elkaar gezet. Dus alles staat weer online. Toen ben ik weer de bold type gaan kijken. En daarna moest ik weer verder, ging ik weer verder met Zonnestad. En dat was ook wel weer heel spannend. Laatste seizoen die begonnen. Dus ja. Wel jammer, maar goed, het is niet anders.
Ja, dat was het ook eigenlijk wel. Ik ga zo even stofzuigen, de bakken scheppen. Ik zie al dat tijgertje heerlijk genieten van het windje wat nu door het huis wappert. Dus die vindt het fantastisch en ik ook. Ja, verder heb ik ook eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Er is ook niet heel veel gebeurd hoor in de tijd dat ik jullie niet heb gezien. Nee, ja, er gebeurt ook niet zo heel veel. Dus ja, wat kun je ervan zeggen? Maar goed, ik moet even de kleding in de was gooien, want daar hebben ze op gespuugd. En die ga ik dus even lekker wassen. Doe ik gelijk hun kleedjes er even bij. Dus dat is wel heel lekker. Dus dat ga ik eerst eventjes doen. En dan ga ik even stofzuigen. Dan ga ik even die voorbereiding voor de video doen. Dan denk ik eerst maar even de was te wassen. En als het dan lukt, dan tuig ik nog even naar boven. Maar goed, tijd om even wat te gaan doen. Dus. Ik ben klaar met alles. Ik heb de kleden alweer droog op de bank liggen. Ja, dat is echt wel een voordeel van een droger. En ik had jullie eigenlijk nog niet verteld over mijn ervaring. Ik heb hem natuurlijk gisteren voor het eerst gebruikt. Ik had wel eigenlijk voor de eerste keer de verkeerde stand genomen, zei mijn moeder. Maar ja, dan merk je gewoon echt dat je nog best wel lerende bent. Dat het echt een compleet nieuw iets voor je is. Dus ik had eigenlijk een andere stand moeten kiezen, maar op zich duurde het niet heel erg lang. En de was kwam er echt super glad uit. Ook mijn hoeslakens, die kwamen zo glad uit de droger en zo lekker warm dan. Dus ik had dat echt, het was echt heel glad. Ik heb het gelijk opgevouwen. Ik heb het zo aan de wasmand laten staan, omdat ik alles al naar boven, de trap al naar boven had. Maar dat was echt, heel positief. Ik ben heel erg blij met de droger en zoals nu dit ook, weet je. Ik heb dit straks gewassen en het ligt nu alweer lekker op de bank. Dus ja, het is alweer weer droog. Dus dat is wel echt ideaal. Ik doe dan wel eventjes naar elke beurt dat ik de droger heb gebruikt even het stof uit halen. Trouwens, ik heb dat eigenlijk nog niet echt laten zien. Maar ik heb zeg maar, hier heb ik de waterbak. Die moet leeg gegooid worden in elke beurt. Dan heb ik hier zeg maar een ding voor het stof. Dat haal ik dan leeg. En dan heb ik er hier nog eentje. Oh, even kijken hoor. Dat wil niet zo goed met. Kijk, en er zit er hier nog eentje. Die trek ik ook leeg. Nou, dan gaat dat top. Dus echt heel blij. Ik heb boven heel iets opgeruimd. Niet heel veel. Ik heb eventjes de aqua. Nee, dat zijn niet aqua minis. De jungle minis heb ik er even op zijn plek gezet. En de boekjes. Dus dat staat weer terug. Toen heb ik lekker even gebullet journaled. Nou, de kasten zijn lekker schoon. Ik heb mijn make-up tafel even opgeruimd. Die kan ik nog wel even laten zien. Want die is nou ook weer helemaal opgeruimd. Kijk, het ziet er gelijk weer een stuk beter uit als de ontplofte bende die het eerst was. Maar dat heb ik jullie natuurlijk niet laten zien. Maar goed, dat is klaar. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks even lekker douchen. Ik heb het nou gewoon een beetje fris. Dus ik heb lekker een schone pyjama gepakt. Ga ik eten. Vanavond kijk ik Beat the Champions Vips. En dan heb ik daarna... je hebt ook weer First and Last om 10 uur. Maar ik weet dus niet of ik deze al heb gezien. Kijk, als het de eerste aflevering is, die heb ik nog niet gezien. Dus dan zou ik hem wel willen kijken. Maar als het een herhaling is, kijk ik niet. Dus dat weet ik niet. Dan moet ik even naar kijken. Ik ga sowieso even met de vlog al aan de gang met editen.
En daarna heb ik weer de boltijd en ga ik lekker Zonnestad kijken. Dus dat wordt verder de avond en uiteraard nog even gamen. Dus, maar goed, dat ga ik dus verder doen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Volgens mij is het 6 juni. Ja, dat is zo. Ik had net een déjà vu. Gisteren hadden de katten die hadden voor de douchedeur gespuugd. Ik ga dus altijd door de douche ga ik naar boven toe om mijn kleding te pakken. En daar stond ik recht in. En toen ging ik dus straks deed ik hetzelfde. En ik stond dus weer recht in de spuug. Ze hebben weer voor de douche gespuugd. Was niet zo fijn, maar goed. Weet je, het is de grond. Ik vind het heel vervelend dat we moeten spugen. Maar nou ja, de grond, weet je, ik maak het zo even schoon en dan is het klaar. Maar dat was wel even vies. Gisteravond, ik heb gekeken naar een klein stukje van BN'ers in het ziekenhuis. Dat kijk ik vanavond eventjes af. Ik heb Beat the Champions Vips gekeken en Stefano deed ook mee. En ik had verwacht dat hij echt heel goed zou zijn, maar het ging niet zo heel goed. Dus, nou ja, goed. Maar het was wel heel leuk. Leuke kandidaten weer. Mijn moeder die wilde ik Kaal van Holland gaan kijken, want dat kwam ook weer. Maar ik zei tegen haar, volgens mij is herhaling. Want ik herkende eigenlijk die mensen op de achtergrond. Toen zei ik, nou, ik kijk Beat the Champions Vips. Dat begon om 8 uur. Oh, zeg, misschien ga ik ook wel een stukje kijken. En als ik het leuk vind, dan ga ik wel kijken. Oh, ik zie even wat ik ook moet slaan. En toen had ze het ook gekeken. Toen vond ze het eigenlijk super leuk. Hopla. Weer eentje dood. Maar weer een vlekje op de muur. Dus, nou, dan moet ik binnenkort maar weer zo eventjes gaan bijwerken allemaal. Dat had ik gekeken en daarna, ik heb dan ook nog even First and Last gekeken. Het was een aflevering die ik nog niet kende, dus het was volgens mij gewoon een nieuwe aflevering. Misschien gaat het nu naar zaterdagavond, ik weet het niet precies waarom dit zo is, maar oké. Okay. Het kwam gisteren, het was wel leuk. Toen ben ik met mijn vlog aan de gang gegaan. En ik heb nog wat muziek afgemaakt, dus dat was het ook eigenlijk. De boltijd gekeken en daarna weer Zonnestad. En dat eindigde zo spannend. Maar ja, nou moet ik weer tot donderdag wachten. Eigenlijk precies hetzelfde als vorige week, maar goed, het geeft niet. Dus dat. Ik ga zometeen eventjes stofzuigen. Dan ga ik de groenten afhalen. Wil ik eigenlijk boven nog even iets doen. Ik ga foto's maken en ik ga de eeltsokken aandoen. En volgens mij is nu echt het geurtje in de verstuiver is nu denk ik echt leeg, want er komt volgens mij geen geur meer uit, want daar ging het af. Dus dat is de planning, ik ga jullie verder nergens bij zetten. Uiteraard laat ik je wel de producten even zien, maar dan even lekker de eeltsokken aan, want ik heb zulke, echt zulke eeltvoeten nu en het doet ook gewoon pijn. Ik stoot straks mijn voet en het deed zo gigantisch zeer, want ik stoot hem echt op een gedeelte van eelt. Normaal zou je denken, dat doet geen pijn, maar het is gewoon te veel wat erop zit. Dus, ja, dat was het ook eigenlijk wel. Ik ga nu eerst even stofzuigen en hun bakken scheppen. Dan ga ik eerst even de groenten doen. Dan staat dat in ieder geval klaar. En dan ja, ga ik wel eventjes nog een beetje rommelen hier. Ik heb lekker de raam openstaan, de deur en het raam. Ik kwam net alleen een wesp binnen en die kwam een beetje dichtbij me. Maar gelukkig vloog die weer terug naar buiten. Dat vond ik altijd een beetje eng. Ik ben toch wel bang voor wespen en zo. Maar goed, dat is klaar. Hoe warm is het nu binnen? 23,5. Het komt niet erg af. Waarom heb ik de helft van de slaapkamer aan staan? Die moet uit. Nou ja, goed. Ik ga nu even wat doen en dan laat ik je straks eventjes de fotospullen zien. Ik kwam trouwens net achter een super grappig weetje. Ik kijk altijd Help Mijn Man is Klusser. En ik had dus echt nog nooit geweten dat die twee klussers, die zijn dus broers. En daar kwam ik net achter. Dus ik zei dat in de groep. Ze zei, oh, mijn moeder, ik had al zo'n idee, want ik vond ze wel wat van elkaar weg hebben. Ik zeg, nou echt? Ik zeg, ik had echt nooit geweten. Dus dat was wel heel grappig. Zo kom je eigenlijk na jarenlang een programma en kijken erachter dat het gewoon broers zijn. Ik vind hem heel erg grappig. Dus nou ja, goed. Dat, ja. Zo leer je nog weer eens wat op deze zondag. De fotospullen. Ik heb hier het Smokey Eye kitje van Miki. Die ga ik fotograferen. Dit is voor een heel smoky eye setje zit daarin. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Dan heb ik deze remover doek. Hier ga ik een extra artikel over schrijven. Dan heb ik twee eyeliners van het kruidvat. Zowel de matte als de glossy. En dan heb ik twee lipproducten van Lottie London. En dit zijn Oil Sick Slick Nourishing Lip Oils. Ik heb een transparant
En een roze variant. Dus hier ga ik nu eventjes foto's van maken. Want ja, dan heb ik dat ook weer gedaan. Zo, de katjes hebben net lekker gegeten. Ik zit in mijn eeltsokken, dus ik maak lekker veel geluid. Maar ja, wel even heel lekker. En dan straks kan ik het afspoelen onder de douche. En dan ja, kan het vervellen beginnen. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en dan ga ik eten maken. Ik heb zo'n grote schnitzel met patat, dus dat is wel lekker. Verder heb ik vanavond dus eventjes BN'ers in het ziekenhuis afkijken. Je hebt ook nog Meester Frank Visser, maar volgens mij is het herhaling. Dus als ik hem al heb gezien, dan ga ik niet kijken. Ik wil sowieso even Zeeman Confronteert Stalkers terugkijken, want dat heb ik nog niet gezien. En ik ga nog even gamen, dus nou ja, dat. Dan ga ik de foto's bewerken. Ik moet eigenlijk ook nog even met een persbericht aan de gang. Dus ik moet even kijken hoe ver ik ga komen vanavond. Ik heb sowieso de Bold Type en daarna heb ik ook weer Mokro Mafia. Dus niet een hele spannende planning, maar gewoon lekker. Ik hoop nog even wat met de muziek verder te kunnen. Dus ja, ik hoop gewoon even nog een slag te kunnen slaan. Deze sok, die wordt nu nat. Ik heb er dus een sok omheen gedaan, maar die wordt dus nu een beetje vochtig. Dus die, ja, die kan straks daarna ook lekker in de was. Maar ja, dat werkt gewoon het beste, want dan kan je, ja, dan blijft het tenminste goed zitten. Ik ga even mijn handen wassen en ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Oh ja, wat ik vanavond nog wel ga doen, dat is mijn nagels lakken. Dat moet ook even gebeuren, dus die gaan weer even een mooi kleurtje krijgen. Maar verder ga ik niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 7 juni. Ik ben klaargemaakt. Het is vandaag een jaar geleden dat we Nathalie haar babyshower hadden. Nou ja, de datum dan. Gisteren was de dag, maar vandaag is de datum. En dan bedenk je weer hoe hard een jaar gaat. Echt, even serieus. Hoe bizar is dit? Vorig jaar liep Nathalie nog met een hele bolle buik rond. En nu is lente er alweer uit. En wordt lente ook alweer bijna 1. En heeft ze 8 tandjes. En is ze het schattigste kindje ever. Nou, ik vind het echt bizar. Ja, ik kan er soms gewoon niet bij hoe snel zij gaat. Maar goed, vandaag op de planning. Video opnemen. Ik ga hier stofzuigen en zo. En daarna even bullet journalen. Ik heb gisteravond lekker mijn nagels gedaan. Een beetje een nude kleur. Ik vind hem zelf wel heel mooi. Het is dit kleurtje van het kruidvat. Ik ben dus die kruidvatlakjes aan het testen. Het is deze. Dit is de kleur 070 Sweet and Shy. Dus ja, heel leuk kleurtje vind ik het zelf. Mijn voeten voelen iets zachter aan naar de eeltsokken. Ik moet natuurlijk nog helemaal gaan vervellen en zo. Ik ging wel bijna op mijn plaat in de douche, want je hebt hele gladde voeten. Dus daar moet je echt eventjes heel erg goed over nadenken. Maar goed, het is goed gekomen. Ik ben niet gevallen. Oh, ik kan even op de bank gaan zitten, want Mickey maakt de plaats. Ik zat nu op de leuning. Dus dat. Ik heb gisteravond even gezellig gegamed met Nathalie. Waar laat ik het lakje nou? Oh, hier. Dat was echt superleuk. Wij doen dan via FaceTime. We zetten de laptop dan zeg maar neer. Dan gaan we FaceTimen en dan zitten we gewoon samen te spelen. Nathalie speelt voornamelijk op haar tv. Ik heb dat nog niet echt vaak gedaan. Maar echt wel, ja, was wel echt, echt super gezellig. Ik heb zo'n lol gehad. Ik weet niet eens hoe het kwam, maar op een gegeven moment begonnen we in een groepsapp gifjes te sturen. En mijn moeder heeft dat dus nu ook ontdekt. En die stuurt dus ook steeds gifjes. En dan komen er van die gifjes. En ik ging helemaal dubbel. Ik moest op een gegeven moment, ik deed het gewoon mijn in mijn broek van de lol. Nou, dan is het wel echt heel grappig. Dus dat was wel echt super grappig. Maar goed, ik had eventjes, mijn moeder had ik net aan de telefoon. Want die, ik heb nu die stofzuiger van mijn coach natuurlijk. Alleen ik had bijna geen zakken meer. Volgens mij heb ik er nog eentje en deze zit bijna vol. Dus ik had het daar met mijn moeder over. Toen zei ik van ja, die moet ik even bij de Blokker halen. Want daar zijn ze het goedkoopst. Want ik heb hier alleen een marskramer. Excuseer. Mijn stem gaat er van tussen.
En daar zijn ze gewoon best wel duur. Dus mijn moeder zei, nou, anders ga ik wel even bij de blokken kijken. Want hun hebben een blokker. Dus ze belde al even, goh, heb je nog een oud doosje? Dus ik had dat doorgeappt en ook even type nummer. Ze was met Lent, dan hoor je Lent op de achtergrond een beetje brabbelen. Super schattig. Dus ze heeft nu wel zakken gevonden. Ze weet niet 100% of dat het past. Ze heeft hulp gehad van de winkelmedewerker. Die had ook gezegd, als het niet past en je maakt het gewoon een beetje op een normale manier open, zodat het nog verkoopbaar is, dan mogen ze nog terug. Dus daar kan ik dan de 20ste naar kijken, want 20 juni is Nathalie jarig. En dan zie ik ook mijn moeder en dan gaan we daarheen. Dus dan kan ik daar eventjes naar kijken of het past. En anders kan mijn moeder ze weer meenemen. Ja, dat is wel lastig als je zelf geen blokker hebt. Maar goed, verder heb ik gisteravond even de BN'ers in het ziekenhuis afgekeken en Zeeman confronteert stalkers. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Ik heb nog een persbericht al klaargezet voor morgen. Dus dat, wat heb ik verder gedaan? Nog wat muziek gedaan en toen ben ik weer naar de Bold Type gaan kijken en naar Mokro Mafia. Ik denk dat ik nu nog 2 afleveringen heb en dat het dan klaar is. Dus dat is wel jammer, misschien nog maar eentje. Dus dan moet ik even op zoek naar een nieuwe serie, want seizoen 4 staat er nog niet op. Maar goed, dat komt wel goed. Ik ga nu eventjes de foto's maken van de nagellak voor de review ook, voor mijn blog. Ga ik stofzuigen en dan ga ik eventjes de video opnemen. Want dan is dat ook weer gebeurd en daar heb ik wel zin in. Dus tijd om wat te gaan doen. Ik heb de video er alweer op staan en dat was nu wel fijn. Want ik had zaterdag natuurlijk al wat voorbereidingen getroffen voor deze video. Dus het was nu niet zo heel veel werk. Dus dat was wel echt heel fijn. Dus ik ga nu eventjes opruimen. Dan ga ik even wat drinken. En dan ga ik soms even lekker bullet journalen. En zet ik ook eventjes lekker de deuren weer tegen elkaar open. Zodat het een beetje door kan waaien. Het is hier nog steeds best wel warm hoor. Het is nu 23 graden, overwegend zonnig. Dus ja, het is binnen ook nog steeds 23 graden. Dus ik hoop gewoon elke keer doordat ik het wat laat doorluchten dat het wat koeler wordt. Maar goed, ik ga dit eventjes opruimen en zet ik jullie er zo nog even bij het bullet journalen. Maar eerst even wat drinken, want ik heb best wel een droge keel gekregen. Katjes hebben hun eten lekker op. Ik heb even heerlijk gebullet journaled. Ik heb even wat doodles getekend. Ik was een geweer aan het tekenen. Dat was de opdracht. En daarna heb ik nog even in mijn mus gewerkt. Dus dat was eigenlijk ook wel lekker. Dus op zich wel eventjes lekker bezig geweest. Maar nu ga ik zo nog even lekker relaxen. Straks douchen. Dan even koken. Vanavond kijk ik Help Mijn Man is Klussen en ga ik nog even Animal Crossing spelen. Ik denk niet dat ik vanavond met Nathalie ga gamen. Maar misschien van de week weer even kijken.
En verder wil ik even een stukje van Ik Neem Je Meekijken. Ga ik mijn artikel schrijven. Ik hoop nog iets verder te kunnen met de muziek. En eigenlijk alvast wat foto's voor woensdag te kunnen bewerken. Maar ik moet even kijken hoe ver ik kom. Ik wil soms te veel in een korte tijd proppen. En dan ga ik daarna de botstijl kijken, de boltype kijken. En de Mokromafia. Ja, dan zie ik wel even wanneer de laatste aflevering is. Ik heb nu een nieuwe geur zitten in mijn verfrisser. Het is die Ginger Spice die ik bij de Action heb gehaald. Die Black Edition. En die is echt heerlijk. Dat is wel heel grappig, want ik had hem er gisteren ingedaan, want de andere was leeg. En toen kwam Tijgertje eraan. Die ging er gelijk voor zitten, want die rookt dat luchtje. Dus ik zei van nou, ga er maar even bij aan de kant. Want soms gaat hij sprayen en dan zit jij helemaal onder die geur. Dus, maar die vond het ook wel heel erg lekker. Dus dat is wel echt een aanradertje. Mocht je zo'n apparaatje hebben, die is echt heel lekker. En hij is niet zo heel duur bij de Action, dat spreetje. Dus, nou ja, goed, dat dus. Ja, ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Ik ga even lekker zorgen dat het huis straks lekker blijft doorluchten. En dan, ja, ga ik vanavond gewoon mijn dingetjes doen. Dus, ja, dan zou ik bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Volgens mij is het 8 juni. Ja, dat klopt. Ik heb mezelf klaargemaakt. En ik ga zo gewoon aan de gang. Maar goed, ze gaan nog niet echt hard met vervellen dit keer. Ik weet niet hoe het komt. Maar het vel laat nog niet echt los van die ultsokken. Ik heb hier de ramen openstaan. En de deur staat open. De ventilator staat aan. Ik weet niet hoe warm het binnen is eigenlijk. Hoe lang zal het zijn? 23 graden. Ik heb gisteren even gevideobeld met mijn moeder Nathalie en Lente. Lente was lekker in het babyzwembadje geweest. Mijn moeder heeft zo'n babyzwembadje gekocht. Daar doe je gewoon een heel klein laagje warm water in. Je zet Lente erin en die heeft de grootste lol. Je gaat ernaast zitten. Nou, het meidje heeft de tijd van de leven. Maar goed, ze videobelde even. Nathalie was kapsalon aan het maken bij hun. En Lente zat erbij in de keuken. Dus mijn moeder kwam naar de keuken gelopen en die zei: Lente, kijk, tante op de telefoon. Nou, daar kwam ze aangekropen hoor. Big smile. God, wat een schattig, schattig modelletje is het toch. En op een gegeven moment nam ze de hele telefoon over. Die had ze te pakken gekregen. Toen kwam ze zelf heel dicht in beeld, want dat was wel erg leuk. En ze zat een beetje te brabbelen tegen me. En ik werd zelfs nog een keertje weggedrukt. Maar goed, toen hebben we weer teruggebeld. En ja, het was super leuk. Schattig. Ja, schattig wezentje, die Lente, echt waar. Ja, dat klinkt heel lullig hoor, wezentje, maar ja, het is gewoon een schattig, schattig meisje. En dus dat was heel erg leuk. Ze kan nu tegenwoordig ook mama zeggen, want in het begin was het papa. Toen was het papa, papa, papa. En nu kan ze dus ook blijkbaar mama zeggen, maar dat heb ik nog niet gehoord. Maar dat komt vast nog een keertje. Ik heb gisteravond die lekker goede tijden gekeken en daarna Help mijn man is klusser. Dat leek in het begin ook best wel weer een heftige aflevering. Uiteindelijk komt het ook allemaal wel weer goed, maar ja, die man die had er niet zo heel veel zin in. Daarna een stukje van Ik neem je mee. En toen ben ik een artikel gaan schrijven, die had ik vrij snel op papier. Als ik eenmaal begin te schrijven, dan komen de woorden er zo uit. Dan vloeien ze uit mijn vingers en dan typ ik ze zo in. En toen daarna heb ik ook nog heel veel foto's bewerkt alvast voor het artikel voor morgen. Dus daar hoeven nu nog alleen nog de kleine dingetjes aan te gebeuren. Ik moet even een paar opnieuw maken, heb ik wel gezien. En toen heb ik daarna lekker de Bold-type gekeken. En Mokromafia, dat was de laatste aflevering, was wel een heftige. Dus ik ga vanavond wat nieuws beginnen op Videoland, maar ik weet nog niet wat. Dus dat eigenlijk. Ik heb ook nog even lekker gegamed. Ik heb een hele schattige hamster naar mijn eiland gehaald. Maar ik had ook een wolf uitgenodigd, maar die ga ik wegpesten. Want die wolf die vind ik niet meer leuk. Die vond ik eigenlijk helemaal niet leuk. Die zei ik, ja, kom op mijn eiland wonen. Maar eigenlijk vind ik hem gewoon eng. Dus ik ga niet meer met hem praten. Naast hij zegt, dan gaat hij vanzelf wel weg. Dus dat. Ik ga nu zo even de kattenbakken doen en de gang en de douche. Ik denk dat ik jullie bij de douche er eventjes bij zet. Want ja, in de gang is het altijd een beetje lastig. Ja, dat kan ik ook proberen. Dat is misschien ook wel. Nou, ik ga even kijken waar ik jullie bij kan zetten.
Maar ik ga eerst even een muziekje aandoen en even een wasje erin gooien. Want ja, ik kan nu natuurlijk gewoon volop wassen. Want ja, het is nu snel droog. Dus dat ga ik eerst eventjes doen. En dan ga ik wel even zien waar ik jullie bij kan zetten. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Zo, ik ben weer lekker klaar. Heerlijk. Ik vond het wel pittig, want het is natuurlijk best wel warm. Ik weet niet hoeveel graden het is. Ik zal zo eens even kijken. Maar ja, ik vond hem wel eventjes heftig. Maar ach, weet je, we hebben het weer gered. Het is 24 graden en binnen is 23,5. Dus maar ik hoop eigenlijk, ik heb gisteren op de spiegel een beetje rood gemaakt. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Kijk, hier zit een vlekje. Nee, dat kunnen jullie natuurlijk helemaal niet zien. Oh. Jawel, als je heel goed kijkt, zie je daarboven een vlekje zitten. Dus die moet ik morgen ook even lekker poetsen. Ja, ik kan dan niet tegen die beestjes, dan zie ik ze overal zitten. Ga ik ze toch doodslaan? Maar goed, de douche is ook lekker klaar. De gang helemaal klaar. Dat is wel ideaal hoor, nu met weer eventjes een betere stofzuiger op. Want ik heb dat echt wel gemist, dat je gewoon elke keer geen zuigkracht had. Ik heb eventjes naast het tv-kastje ook stof gezogen, want er staat mijn modem en zo. Er lag wat stof. Achter de bank lag een hoop stof. Dat heb ik weggezogen. Dus ja, dat was wel heel lekker. Maar nu ook wel heel blij dat ik klaar ben. Want ja, ik vind het best wel een beetje pittig hoor. Maar goed, dat is allemaal nu klaar. Ik ga zo even nog lekker relaxen. Dan ga ik straks mijn vochtpeil aanvullen. Want ik drink weer te weinig natuurlijk. Dan straks lekker douchen, koken, vanavond goede tijden en daarna de laatste Snackmasters, dat is de finale. Ze gaan borrelnoten maken, nou dat vind ik super leuk, daar ben ik echt super benieuwd naar. Ga ik daarna vier handen op één buik kijken, neem ik even gestalkt en ben in het ziekenhuis op, ga ik mijn vlog verder afmaken. De foto's verder bewerken. Mocht er nog tijd over zijn, nog even wat met de muziek aan de gang. Ik ga ondertussen ook even mijn game opstarten. Want ja, dat vind ik nog steeds super leuk om te doen. Ja, en dan heb ik vanavond verder de Bold Type. En dus een nieuwe Netflix-serie. Nee, een nieuwe Videoland-serie. Maar ik weet dus nog niet welke. Dus ja, daar ga ik nog eventjes naar kijken. Dat horen jullie dan in de volgende vlog. Nou ja, straks de was nog even in de droger dan, als die klaar is. Hij past er niet helemaal in. Ik had te veel handdoeken, dus ik moet hem morgen nog een keer aanzetten met wat laatste handdoeken. Want het begon al best wat te ruiken, dus die moet er nog een keertje in. En dan is dat weer rond en dan kan ik vrijdag nog een was doen. En dan gaan we volgende week wel weer verder. Ik ga in ieder geval bij deze de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal? En je zou op de hoogte willen blijven van mijn video's, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat dus een rode button. En als je daarop klikt, krijg je een melding. Of ben je ook gratis geabonneerd. Daarnaast staat het belletje. En als je daarop klikt, krijg je een melding van zodra er een nieuwe video online staat. Dus dan hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, zou ik het leuk vinden als je een
duimpje omhoog doet. En ik wil nog even de mijlpaal met jullie delen, want we zitten al op 369. Dus wie weet haal ik het doel van 400 nog. Dat is meestal probeer ik 100 abonnees per jaar. Dus het zou leuk zijn als dat dit jaar nog lukt, maar dat gaan we wel zien. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!